Minister Mike Nouchalim van Binnenlandse Zaken zegt dat het toekennen van ID-kaarten aan buitenlanders die in Suriname wonen niet betekent dat zij deel mogen nemen aan de komende algemene, vrije en geheime verkiezingen. Dit haalde de minister afgelopen woensdag aan na de introductie van de EID Reader. De bewindsman wijst erop dat het een regelmaat is dat buitenlanders die zich in Suriname vestigen een ID-kaart krijgen. Dit is volgens Nouchalim slechts voor het doen van zaken. Men brengt dat ding alsof het een of ander nieuw ding is dat plotseling vreemdelingen een ID-kaart krijgen. Dat was ook altijd zo. Maar goed, waarom? Kijk, als je een permanent verblijf hebt en je moet zaken doen, wordt gevraagd naar een ID. We hebben dus de mensen een speciale ID-kaart gegeven. Nou, als je in het buitenland bent geboren, als je vreemdeling bent in het buitenland bent geboren, dan krijg je een ZX-nummer. Daar is dat al het eerste verschil. Tweede verschil is dat mensen die geen Surinamer zijn, maar een andere nationaliteit en die beschikken over zo'n ID-kaart, die kaart heeft een rood kader. Bij de oude kaart zag je een rode achtergrond en ik dacht een gele. Gele was voor Surinamers en als je buitenlander bent, dan had je zo'n rode achtergrond. Nu hebben we dat gemaakt middels een kader. Dus daar zit een verschil. Dat betekent ook niet überhaupt dat die mensen plotseling een ID-kaart hebben, dan mogen ze gaan stemmen. Nee, alleen de mensen die zijn voorkomen in het kiezersbestand, die mogen gaan stemmen. En wij zijn dat. Dat zijn de Surinamers. En als je nou buitenlander bent, of je bent in het buitenland geboren, of elders bent geboren dan Suriname, om het zo te zeggen. En je bent door de jaren heen genaturaliseerd. Nou, dan ben je Surinamer, dan mag je wel stemmen als je voorkomt. Zo simpel is het. De BISA-topman geeft verder aan dat met de wettelijke terinzagelegging die in februari 2020 begint, kiesgerechtigden in de gelegenheid gesteld zullen worden om na te gaan of hun gegevens in het CBB-bestand juist zijn. Het was toen een voorlopige VTL, zoals we dat noemen, voorlopige terinzagelegging. En volgens ons verkiezingskalender begint dat ergens februari, maart, hoor. Houdt u me ten goede. Maar er is een verkiezingskalender, u kunt dat allemaal krijgen. En dan ziet u dat we dan gaan naar de terinzagelegging, de wettelijke terinzagelegging. En de bedoeling is dat de mensen echt gaan nagaan om, ik dacht dat er ook een website is, ik dacht dat ze dat kunnen doen online ook. Doe dat, zodat u na kan gaan als u niet alleen voorkomt, maar als de gegevens erop zijn, als het correct is. En er zullen wel kleine incorrectheden zijn, maar dat daarvoor is de terinzagelegging, zodat dat uit de wereld wordt geholpen. Minister Mike Nouchalim van Binnenlandse Zaken. Hij sprak afgelopen woensdag in het perscentrum van het kabinet van de president over de kiesgerechtigden en de wettelijke terinzagelegging.